Zuid-Holland is zowel in heden als verleden onlosmakelijk verbonden met haar vaarwegnetwerk. Het is een voor Nederland unieke verzameling meren, plassen, zeearmen, rivieren en vaarten. Geen vaarwegen zonder oversteekmogelijkheden, want land- en waterverkeer moeten op elkaar aansluiten. Naast bruggen verbonden voetveren en trekponten eeuwenlang de oevers met elkaar. Samen met sluizen zijn zij de verbindende schakel in het Zuid-Hollands welvaren. Vanaf mijn 8e wonen we in Baijes en toen heb ik nog volop de scheepvaart meegemaakt hier. De graanscheepjes die vanuit Rotterdam en soms Amsterdam naar Stolk voeren. En wij voeren ook wel eens mee met die scheepjes als ze leeg waren. Weer terug naar de sluis en dan schutten en dan liepen wij weer terug naar huis. En, ik woon voor in Baijes en wij hoorden altijd die schepen blazen voor de ophaalbrug. En dan hoorde je aan het fluit al... Het is vermaat of het is de vullenboordjes van mijn vliet of het is die of het is die. Dat, en dan wist je, nou, dan komen ze weer. We liggen hier met een boordje voor de Stolwijkersluis, Stolwijkers Schutsluis. Een voormalige zeesluis waarbij je van... tijwater naar polderpeil gaat. Meestal kom je op een boezem terecht, op een kanaal of een heel boezemstelsel. En kun je vanuit die boezem en een klein poldersluisje uiteindelijk in de polder komen. Maar hier kom je in één keer pst, zo in de sloot terecht, wil ik zeggen. In 1983 vond hier voor het les nog binnenvaart naar Stolwijk plaats met graanscheepjes. Kleine luxe motortjes waren dat. Er stond daar een graanmaalderij waar veevoer gedraaid werd. Maar die maalderij die stopte met aanvoer per schip en dat was te duur. Dat ging toen per vrachtwagen. En toen is die scheepvaart hier gestopt. Toen werd die sluis Inkelt nog gebruikt voor een paar jachtjes en zo die wel eens in en uit gingen. Maar in het voorjaar van 86 hebben ze die sluis afgedamd met een damwand aan de buitenkant, hangende de sloop. Want dat was het doel, om die sluis, die was niet meer nodig, van ja, nou maar weg met die oude zooi. Ja, die sloop is niet doorgegaan, want er zijn mensen geweest in Gouda. En die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die zeiden van, ja, dat is eigenlijk zo'n belangrijk monument voor deze streek. Dat mag je zomaar niet slopen en die willen we eigenlijk niet kwijt. Toen hebben ze die in 1990 die sluis aangemeld als rijksmonument. En daarmee is die sloop toentertijd voorlopig afgewend. Dus toen bleef die sluis voorlopig behouden. Ik ben in 2006 begonnen met het schrijven van... Plan Veenvaren, een natuurvriendelijke vaarroute in de polder voor kleine boordjes. Waarbij dus die oude vaarwegen opnieuw in gebruik worden genomen. Maar dit kun je niet voor landbouwgerelateerde scheepvaart, maar dan voor recreatievaart. En eigenlijk hopen we ook dat ook boeren die zich wat meer op recreatie gaan richten, daar ook iets mee gaan doen. Zodat toch die verbondenheid met de landbouw blijft. Alleen in een nieuw jasje, kan je wel zeggen. En het schijnt dat toch, mede dankzij dat plan, de overheden uiteindelijk ook voor herstel van de sluis gegaan zijn. En ook gezien de crisis op het ogenblik in de economie in Nederland, hebben ze het ook aangemerkt als bouwwerk om aannemers door de crisis heen te helpen. Zo een extra werk te helpen. Thank you.
Nou, de Vereniging van de Voetveren die is meer dan 25 jaar geleden gestart. En dat ging toen om deze veerdienst. Want die veerdienst die ging niet hier vandaan, maar van Slikkerveer. Slikkerveer dat ligt iets verder, Slikkerveer-Bolnes, dat was wel in de grens. En dan ging hij daar vandaan over naar Krimpen aan de Lek. En dan kwam hij hier bij Kinderdijk uit. Maar dat was een ondernemer, een privé-ondernemer, die vond dat hij meer subsidie moest krijgen. En dat niemand gaf hem dat, want dat was waanzin. Dus hij zei, daar stop ik ermee. En dat deed hij ook, want hij is van de een op de andere dag is hij gestopt gewoon. Toen hebben ze een actie opgestart met een piek voor de pont. Nou, er is heel veel binnenkomen. En toen werd de gemeentes weer wat wakker en de provincie ook. Ja, dat kan wel niet wat hier gebeurt. We moeten ze blijven steunen. Nou, toen zijn ze naar de ondernemer gegaan die ermee gestopt was, die er allemaal niet zag zitten. Die woonde aan de overkant. En die was wel genegen om een van zijn veerschepen te verhuren. Dat was de Vice Versa 3. Toen hebben de bedrijven ook geld bijgedragen. Hebben ze een ponton laten maken dat iedereen goed op af kon stappen. Scholieren die waren ook weer blij dat ze over kon. Dat is eigenlijk het begin van de Vereniging van de Voetveer geweest. Nou, bruggen zijn wel leuk, maar je merkt toch dat mensen die zelf iets moeten presteren, van fietsen houden, het leuk vinden om een korte onderbreking, maar met een veer over te gaan, dat is iets dat vinden de mensen leuk. Kom ze terug. En de mensen die het eenmaal gedaan hebben, die zeggen, ja, volgende week zijn we weer hier, dan zijn we daar. Nou, dat is een duidelijk bewijs dat de mensen zich hier kunnen verpozen op een verschrikkelijk leuke manier. Nou, vooral de veren langs de grote rivieren. Hè, dat merken we nu duidelijk, dat er steeds mensen op de fiets klimmen in het weekend en tochten langs de rivieren maken. Want het is natuurlijk een prachtig gebied hierachter, de Albosse Waard. En vooral met zaterdag en zondag, dan komen de grote drommen met fietsers en wandelaars, vooral fietsers aanzetten, die dan die polder induiken of de Krimpende Waard induiken. Ja, dat neemt gewoon toe. Kinderdijk is vooral belangrijk voor mensen die, ook Nederlands, maar veel mensen uit het buitenland komen. Engelsen, Duitsers, Japanners en Chinezen ook. Die komen dan aan met de fast ferry uit Rotterdam en dan stappen ze af bij de Ridderkerk. En dan kunnen ze daar het pontje pakken wat naar de Kinderdijk naar boven gaat. Dus het is een heel mengelmoes van verkeer. Destijds was ik timmerman en dat was dezelfde tijd ongeveer als nu, 1982, was slecht in de bouw. En je moest wat, ja, ik was werkloos, dus ik zocht de advertentie staan en toen heb ik gesolliciteerd en ben toen aangenomen, 15 december 1982. Hey, alles goed? Ja, hoe is die? Best, rustig. Okay. De functie die ik nu doe, dat was vroeger de opzichter, die kwam één keer in de zoveel tijd langs. Dan kreeg je een briefje met de diensten voor de week erop. Ja, het was ook wel zo dat je, ik was dan reserve brugwachter kantonier. Dan ging ik om 8 uur beginnen met kantonier en dan was er ineens om 12 uur iemand een melding dat ziek. Nou, dan moest je tot 10 uur 's avonds gaan draaien. Toen hadden we nog niet de arbeidstijdenwet, dus je draaide heel veel. Vanaf 2008 is de automatisering ingetreden hier, dus alle bruggen worden dan vanaf bedieningscentraal Leidschendam bediend. Daar zijn we nu mee bezig. Iedereen keek er tegenop natuurlijk, het was allemaal een beetje eng en nieuw. Maar nu achteraf zeg ik, ja, dit is leuk, je werkt in een teamverband. Je kunt beter regelen, ook de scheepvaart kun je beter regelen allemaal in de centrale. Kijk, vroeger bij elke brug moest het schip blazen en nu komt hij aan bij de eerste brug in het traject. En dan wordt zonder marifoon wordt hij doorgelaten tot het einde van het traject. Uh,
Reinoud 6, post Leidschendam. Goedemorgen. Ik ga een openingetje voor je maken hoor. Oké, bedankt. Tegenwoordig zitten we achter monitoren en vroeger was het net zoiets als dit hier. Op de achtergrond ziet u de brugwachter bij Braai. Die is wel geëlektrificeerd sinds een jaar of vier. Hiervoor ging het nog echt met de handwerk, met slingers. Eigenlijk was het een eenzaam beroep, want je zat 8 uur per dag alleen. En je moest je eigenlijk wel proberen te vermaken in de rustige tijden. Dus, er waren zelfs collega's die hadden echt niks te doen, die gingen borduren. Nou, ik heb toen ook eens een poging gedaan, maar niet om te borduren, maar met mini-stack bijvoorbeeld. Ja, je moet wat in de wintermaanden, want als je naar buiten blijft kijken de hele dag, dan schiet het ook niet op. Het logboek, het brugjournaal, het bijhouden. Dus alle gebeurtenissen, wat bijzonderheden, worden geformuleerd in een logboek. Destijds werd dat allemaal met de pen gedaan. Tegenwoordig doen we dat via de computer natuurlijk. Maar ja, alles werd genoteerd. Van diepgang tot ongelukken, tot smeerbeurten. Nou, alles werd altijd bijgehouden met logboeken. 2 maart 1983. Openbare Werken heeft om 11:10 gebeld dat motorschip Madeleine, tanker, vermoedelijk een hond overboord heeft gegooid, ter hoogte van de hooikade. Ik heb hierna de Hambrug gebeld om even te gaan kijken. Toen dienstdoende brugwachter is gaan kijken, was politie al ter plaatse. Deze heeft geen hond, maar wel een dode kat uit het water gehaald. Deze lag waarschijnlijk al een paar dagen in het water. Reservebrugwachter J. Huisman. Ik kwam daar bij toeval eigenlijk achter. Er werd opgetekend voor welke schepen de brug open ging en ook voor welke schepen de brug niet open hoefde, om een beeld te krijgen van het scheepvaartverkeer. Maar als er iets bijzonders gebeurde, dan moest dat ook opgeschreven worden in de logboeken. En daar lees je heel veel verhalen over reparaties aan de brug. En er waren ook wel eens gevaarlijke situaties van jongens die aan de brug hingen en zich dan lieten vallen. Brugzwemmers. En iedere brugwacht had zo zijn eigen manier om dat te ontmoedigen. Aad vertelde mij net dat hij een bokkenpootje met vet had en daarmee smeerde hij de leuningen in, zodat ze eraf gleden. Ze hadden allemaal van die manieren om die situaties het hoofd te bieden. Nou, ik heb een paar dromen, maar een van mijn dromen is wel een boekje met verhalen van brugwachters. Met foto's van brugwachters en van de brug en de brughuisjes. Ja, echt als een soort herinnering aan die periode. En dat zou ik geweldig vinden als ik dat zou kunnen maken. Ik was aan het inleren op de Horenbrug en een collega van me die had zijn fiets aan de overkant gezet. Er waren de schilders bezig en die hadden de fiets van hem naar de andere kant gezet, zonder dat wij het in de gaten hadden. En die ging de brug draaien, terwijl die collega erbij stond. En de leuning verpletterde ze zijn fiets. Dus ja, het is misschien terug voor die man, maar hij heeft gelukkig een nieuwe fiets van de baas gekregen. Maar dat is een van die anekdotes die er altijd wel even inhakt en die altijd wel bijblijft. Zeker de reactie van de collega op dat moment dat hij zijn fiets door de midden zag breken.